Good morning YouTube, yo gasten en welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff, en vandaag gaan we weer verder. Vandaag, ja, gaan we gewoon lekker Minecraft spelen. Ja, wat is de bedoeling? We gaan op zoek naar de ant. Even kijken, want ik moet even eten. En ja, ik zal even een koptelefoon op doen. Oh, wat een drama. Zo. Anders horen jullie natuurlijk al die geluiden gewoon weer dubbel. Ja, en dat schiet natuurlijk ook allemaal niet op. Ja, ik ben op zoek, zoals jullie weten, naar de ant. En ja, ik had alweer gelezen in de comments van Jeff, de ant kan je helemaal niet vinden. What the fuck. Lekker dan. Lekker. Even kijken, we hadden al een tunneltje gegraven ook. Even kijken, het is voor mij ook weer een paar dagen terug dat we dit kinderen eten, lekker. Zo, oh ja. Ja, ik weet het weer. Er zaten hier ook allemaal zombies en we zijn ook in een gevecht geweest met al die zombies. Ish. Op de andere. Slaan op de auto. Even kijken hoor, want ik hoor allemaal zombies hier al. Zo. Gaan we eens even een beetje de boel verkennen. Heel goed. Tenminste een knijters van een gat. Hè? Kijk, we hebben wel eieren daar al. Zo, even kijken wat hebben we hier allemaal nog meer voor mooie dingen. Ja, dat loopt weer dood. Lekker. Nou, we zetten er even een lampje neer. Zo, even wat kalmer nemen. Ik ben alweer bijna kapot, man. We gaan eerst even wat eten maken. Ik weet niet eens meer wat precies de bedoeling was van de vorige keer. Maar goed. We gaan eerst even op zoek naar wat eten. Hè? Dat zal wel heel lekker zijn natuurlijk. Donder ik weer naar beneden. Zo. Ja, dat gaat lekker. Oké, en daarna zullen we eens even een huis gaan maken ofzo. Hier even een lampje plaatsen. Kijk eens wat de kool lekker hoor. Dat gaat wel goed. Kunnen we in ieder geval ook weer fakkels maken zo. We barsten van je, volgens mij moeten er nog meer zitten hier hoor. Het is wel akelig stil, worden ook geen zombies. Zo, hier een fakkeltje. Zo, klaar. Hoppakee. Ja, het gaat lekker. Zo. Nou, zullen jullie zien ook, ik ben er nog steeds geen pro in ofzo. Iron, dat is ook wel lekker. Nou, ik vind het wel even gebakken hier ofzo. We gaan eens even naar buiten toe en dan gaan we eerst even kijken of we wat eten kunnen scoren. Want ik sterf toch wel van de honger hoor. Hoppa! Kijk eens wat een kool joh. Lekker een hele koolmijn heb ik gevonden hier al. Dat is toch wel lekker. Dan hoor ik weer zo'n skeletten man. Wauw.
Ik zet er gewoon even een fakkel in. Ik ga iets kelen. Weet ik zeker dat er niks spawnt. Zo. Even kijken hoor, de uitgang. Waar was dat ook alweer? Uitgang. De uitgang, weet je. Hallo. Nou, wat ploft niet. Wauw, what the fuck? What the fuck? Alles kwijt. Knijters. Dan moet ik toch even snel een beetje gaan rennen, want ik wil wel mijn kool terug. Ik heb niet van jouw lul mijn kool lopen hakken natuurlijk. Goed man. Pleur ik zo weer in het gat. Kijk, daar zie ik de fakkels al, dat is wel lekker. Nou, rennen joh. Luid donder. La poppetje. Ik heb mijn graan, dat groeit ook al. Dat is ook wel lekker, daar kan ik er meer van maken. Huppatee, nou rennen. En dan hoop ik niet dat het al weg is, die rotzooi. Dan hebben we weer alles in je lul openhaken natuurlijk. Ze hebben gerust gewoon een aflevering voor niks hebben gedaan. Even kijken, want ik hou hem zo rond 12 minuten denk ik zo'n beetje. Even kijken, wat kan moest ik nou op deze kant? Nee, niet deze kant. Die kant, ja. Ja, ja, deze kant. Hallo, gekke pop. Wauw, ik was dus niet hier. Nee, niet op mij allemaal. Op donderen. Even kijken hoor, waar leggen mijn spullen nou? Want ik heb niet eens een zwaard. Nu. Oh. Nee, daar kom ik vandaan. Nou, donder op man. Ga weg. Ga naar je moeder, man. Op donderen. En dan noemen ze twee ook, hè. Dat blijft wel een stelletje. Mafketels, dat zijn het. Hoe vaak moet je nou slaan? Ik ram je in coma, hoor. Rare pop. Pop. Ja. Volg jij je vriendjes. Goed zo, jongen. Nee, dat schiet lekker op. Ik was deze kant op gegaan. Ja, hier sloeg ik die vleermuis neer. Toen liep ik die kant op. En kijk, hier liggen mijn spullen. Oh, ik ben blij dat ik mijn spullen in ieder geval heb. Weg! Fucking idioot. Ik schrik me echt de taltering, weet je. Nou, ik heb in ieder geval mijn spullen. Daar is lava. Even kijken, waar is mijn zwaard? Ah, je hebt ook een zwaard. Even op verkenning met mijn zwaard. Er zit alweer een vervelend kereltje achter me. Wauw, dit is mooi! The fuck hebben we nou heel? We gaan eerst even van die fakkels plaatsen, want dat vind ik toch wel heel lekker. Water, tuurlijk. Zomaar spontaan water. Zonder een of andere reden. Dit is eng, want ik zie geen moer. Kijk eens wat een kool, dat is wel heel lekker. Oh, ik dacht dat ik gewoon een rondje kon lopen, maar dat is niet. Want
Ik dacht dat ik hier een rondje liep. Even mijn zwaard. Kom maar op. Groenboy, jij moet even bij die... Goed zo. Nou, jij maakt ook veel stuk. Jongen. Daar heb ik een beetje weinig aan, weet je. Even hier een fakkeltje. Kijk, dat gaat goed hoor. Daar even een fakkeltje. Daar kunnen we in ieder geval wat zien. Nou. Lekker hoog en droog. Lekker hoog en droog fakkeltje, weet je. Maar... Kijk, al zwembad hier al. Lekker hoor. Lekker verfrissend. Zo. Lekker op verkenning. Ik vind dat we wel lekker bezig zijn zo. Knijt, is wat een groot gat hè, hier al. En dit zal weer doodlopen strakjes. Ja. Wat een kool. Lekker. Daar gaan we maar even omheen. Hier zit wel opvallend weinig monsters, vind ik. Vind ik zo. Wauw, ik weet echt de weg niet meer terug hoor straks. Wat hebben we hier? Even kijken, we gaan zo direct even terug naar die naar het lava daar al. Ik hoor het nou ook weer, maar... ja, bij die lava daar kunnen we in ieder geval nog even wat zoeken naar goud of zo. Of naar... hoe noemde je dat nou? Die... Wauw. Eet maar even de verrotte vlees goed zo. We zouden natuurlijk even gaan zoeken voor die... Voor het eten, maar... Wordt het nu eventjes niet. Mooi, dan moet ik nog terug ook hè, straks. Oh fuck. Hehehe. Fucking idioot. Die skelettenman jongen, die schiet altijd van die pijltjes. En daar word je echt moe van. Wat doen ze hier nou eigenlijk, hè? Je kunt er helemaal niet overleven ofzo. Ja, ik ook eigenlijk niet, maar ik ben nog naar buiten te lopen. Voor het eten of iets. Kijk, daar is licht. Kom ik daar vandaan misschien? Oh. Niet dus. Maar ja, maakt even niet uit. We nemen dit even mee. Zo, hoppakee. Weer een gat. What the fuck. Ik dacht dat ik al wat zag. Ik wil mijn fakkels mee. Nou, ik ga maar terug. Want zonder fakkels, dan zie je niks. Echt waar, kom ik daar vandaan? We gaan even naar buiten, want ik moet toch echt even wat eten. Hoppatee. Ik ben goed, man. Eet toch een stuk vlees. Verrot vlees, ja. Nee, niet vallen. Ga gewoon omhoog. Zo. Ja. Het gaat best wel goed hoor, zo.
Oh ja, dit liep dood. Dan moeten we de andere kant op. Weer wel kleren en omhoog. Jumpen. Jumpen, 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 jump, 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 jump. En dan moesten we... ja, dan moesten we die kant op. Ja, dat klopt, ja, ja, ja. Zo, dit even meenemen. Ai, ai, ai. Nee, daar komen we niet vandaan. Oké, okay, dit wordt een nieuwe serie. Jeff zoekt de uitgang. ja. God kan leren. Ik zit echt niet... Waar zit je dan? Ja, dat klopt ook. Hier had ik nog een fakkel daar neergezet zo. Oh ja, hier hadden we knijters van kool. Dus we zitten al goed. We zitten al aardig op de routine. Zo, zo, zo. Godsamme, dat loopt weer dood. Nou, laten we eerst dit even meenemen. Ik bedoel, we zijn er nou toch. Ja. En... Dit halen we straks allemaal al op. Want anders is het allemaal veel te zwaar natuurlijk om mee te nemen. Even kijken hoor. Ik heb het gevoel dat ik die kant op moet en dan moet ik hier omhoog. Ja, want die was naar beneden. Jumped. Dat gaat best wel goed hoor. Uitgang, dat gaan we echt wel vinden. Want waar ik net stond... Hier al liep ik zo, toen dacht ik dat ik weer aan die kant uit kan, weet je wel. En volgens mij moet ik nou deze kant op. ja, hier had ik ruzie met die monster. En hier al weet ik even niet welke kant ik op moet. Ik denk dat ik wel vrij... in de goede richting loop. Die kant maar op. Nee. Dit komt ook niet echt bekend voor. Die kant op. Dat loopt ook dood. Dan moeten we de andere kant aanhouden. Oh, wat een drama, hè. Ik zou me een minuut of 12 houden. Het zit er nou op 18 minuten. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. En ja, de volgende aflevering zullen jullie zien of ik de uitgang weet te vinden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot later. Ciao.